andere kant is de lage bloeddruk. Nou, de oorzaak is een tekort. Ja, dat kan als bijwerking zijn van de plasmedicatie. Als je te veel neemt, ja, dan ga je op een gegeven moment wel de andere kant op. Andere kant is ook de stimulatie van de nervus vagus. Het flauwvallen. Het bekende flauwvallen wat je wel eens hebt als iemand bijvoorbeeld zoals dit een presentatie houdt en ineens stil wordt, bleek wordt en omvalt. Is er nou echt iets aan de hand? Nee, het hart functioneert goed. Alleen de nervus vagus die heeft een prikkel gegeven aan het hart bij de sino-atriale knoop, de SA-knoop, dat het hart langzamer moet kloppen. Het hartfrequentie neemt weer af en uiteindelijk daardoor dus ook de bloeddruk. Nou, je staat, alles zakt naar beneden toe, vervolgens krijgen de hersenen te weinig bloed en val je flauw. Heel mooi mechanisme, want als je plat ligt gaat het door de zwaartekracht weer naar boven toe. Orthostatische hypotensie. Een voorbeeld wat je met name bij de jongeren ziet en bij de ouderen. In de leeftijdsfase van 20 tot en met 60 zie je dat iets minder. Boven de 60 wordt het weer iets meer. Ik wil eigenlijk niets anders voorstellen dat als je gaat staan van een liggende of zittende positie. Je bent niks anders als mens dan een zak met botten en wat bloed erin. Hoewel we ons graag meer voelen. Maar het bloed zakt allemaal naar beneden toe. En vervolgens blijft het bloed in de benen en gaat het niet naar boven toe. Je wordt even zwart voor de ogen. Dus als je zo ineens opstaat, denk je, oh, even stil blijven staan. Ja, het gaat weer en dan ben je er weer. Het lichaam heeft even de tijd nodig om de baroreceptoren vanuit de aorta, die dus de druk reguleren, tijd te geven. Om vervolgens het volume weer wat omhoog te stuwen naar boven. En die tijd is de orthostatische hypotensie. Nou, heb je een combinatie van dingen, heb je bijvoorbeeld te weinig circulerend volume, dan komt de orthostatische hypotensie heel snel, heel veel voor. Uiteindelijk komt het altijd weer goed. De kuitspieren stuwen weer bloed omhoog. Het komt allemaal goed, en anders val je flauw, ook geen probleem. In ieder geval komt het ook weer uiteindelijk goed, alleen je valt eventjes hard. Een lage cardiac output, dat is het verhaal eigenlijk van of het slagvolume is verlaagd. Dus dat houdt in dat je door de cardiomyopathie, de hartspier werkt niet, of de vulling is niet goed. Er kunnen meerdere dingen zijn, er kunnen stenoses zijn, of de frequentie is te laag. Immers het aanbod is te laag en daardoor gaat de bloeddruk naar beneden. Compensatiemechanismen. Nou, ik had er al een paar genoemd. De slagaderen kunnen vernauwen. Daarmee verhoog je de weerstand. En door het verhogen van de weerstand verhoog je ook de druk weer. Een vraag die ik van studenten krijg. Ja, maar wat dan als je die vaten vernauwt? Dan komt er toch minder bloed door? Ja, dat klopt. Maar doordat de druk hoger is, gaat er evenveel bloed nog heen. Dus het absolute getal is nog hetzelfde. Het wordt nauwer, maar hetzelfde als bijvoorbeeld een ballon met water leeg laat lopen. Je trekt de tuut open, het loopt er langzaam uit. Je knijpt erin en je doet de tuut een klein beetje open en je gaat een hele grote krachtige straal. Dat is het effect van de vernauwen van de slagaderen. Daarnaast is het zo dat het lichaam zo in elkaar steekt dat je de slagader in de huid bijvoorbeeld relatief makkelijk kunt missen. Als je die wat samen knijpt, dan gaat er minder bloed van de huid naar de vitale organen. De longen, het hart, de hersenen en de nieren. Afname urineproductie. Iets wat wij in de klinische setting veel zien. Op het moment dat we een operatie hebben gehad waarbij iemand onder gehele narcose is geweest, wil ik zien dat iemand pas naar huis gaat als de urineproductie op gang is. Als de nieren niet werken, weet ik dat er een probleem is. De nieren zijn een hele goede graadmeter. Nou, is er te weinig vocht, zegt de nieren. Ho, wacht, ik hou eventjes wat vocht vast. Door eventjes minder urine te produceren. Meer zouten vast te houden. Meer vocht vast te houden in het volume. En zodoende het lage bloeddruk weer omhoog te trekken. Toename hartfrequentie. Nou, dat is eigenlijk weer de cardiac output. We kunnen harder gaan pompen of we kunnen meer gaan pompen. Nou, meer pompen, dat is iets wat we op een langere termijn hebben. Het sportershart, de training. Het snellere pompen, dat is iets wat we snel doen. Op het moment dat we een trap oprennen of een tram willen halen of een trein willen halen, dan is de frequentie omhoog en gaat daarmee ook de bloeddruk omhoog. Dorstsignalen. Op het moment dat we hevige dorst hebben, meestal is dat rond de volgende ochtend, de day after the night before zou ik maar zeggen. Op het moment dat we veel hebben gedronken, hebben we de volgende dag dorst. Dat is eigenlijk niks anders dan een tekort aan circulerend volume. Een mooi onderzoek was ook in Amerika of er een kater nou door een paracetamolletje werd weggenomen of door de vochttoename. Dan hebben ze gewoon een placebo onderzoek gedaan. De een kreeg een werkzame paracetamol, de ander geen werkzame. En blijkt dat het ongeveer gelijk is. Dus je kan de paracetamol ook achterwege laten en gewoon een glas water drinken. Dat werkt niet zo snel. Symptomen, duizeligheid en licht in het hoofd, die orthostatische hypotensie, ik denk dat we die allemaal een keer hebben meegemaakt. We zitten, we liggen, we staan op, oh, dat zwart worden. Dat is een duidelijk voorbeeld van een lage bloeddruk. Dan is het een normale versie. Bij chronisch gebruik kan het heel veel voorkomen.
bijna flauw vallen, de syncope, dus dat je even denkt van, oh, ik raak even weg, trek eventjes weg. Ook dat hebben we allemaal wel een keertje meegemaakt in het leven. Dat we denken van, hé, het wordt allemaal eventjes wat zwart om ons heen. We merken dat we geluiden niet meer horen. We kunnen een gesprek niet meer volgen. Het komt weer goed. Het is bijna flauwvallen, maar dat is ook een gevolg van een lage bloeddruk. Elk hart klopt regelmatig. Maar elk hart, gezond hart, kan ook af en toe eens even een slag overslaan. Dat is een heel normaal iets. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Dat gebeurt. Het gebeurt op jonge leeftijd, oude leeftijd, gezond leven, ongezond leven. En op die momenten krijg je eventjes dat je denkt, hey, bloeddruk daalt wat. Je krijgt eventjes een terugval. Hartkloppingen. Ja, als het hart sneller gaat kloppen, voel je dat. Je voelt het hart bonzen. Soms hoor je mensen zeggen, ja, ik voel het hart zo in mijn keel bonzen. Het is niks anders dan proberen de frequentie te verhogen om de druk weer omhoog te halen. Vieze stoornissen, ja. De eerste die de klappen voelen van een lage bloeddruk zijn toch de hersenen. Als je niet flauw valt kun je eventjes het zwart voor je ogen krijgen. Je kunt zien dat je wat waziger zit omdat er toch wat te weinig bloeddruk in de hersenen zit. En daardoor de hersenen te weinig energie hebben om het visuele deel te kunnen verwerken. Pijn op de borst. Dan zit je wel tegen het angina verhaal. Op het moment dat er te weinig bloed is, het hart falen meer. Te weinig zuurstof in het hart. Krijg je daar een pijn op de borst van, weer een drukkende gevoel. Een bleke of blauwe huid, ja, dat heeft te maken met het samentrekken van de vaten. Op het moment dat die samengetrokken zijn, zie je wat bloedafname. En kortademigheid, wat bij meerdere symptomen hoort. Hier kom ik straks op terug. In de laatste fase, shock. In de media wordt shock vaak gebruikt als iemand die heel erg geschrokken is. Letterlijk shocked, door het Engelse literatuur vertaald. Medisch is het shock dat er een afname aan het circulerend bloedvolume is. Dat kan zijn door een bloeding, dat kan zijn door te veel zout, dat kan door een heleboel dingen zijn. Dus haal die twee uit elkaar. Media gebruiken shock door geschrokken. Geneeskunde gebruiken shock als een tekort aan circulerend volume. Behandeling. Ja, een beetje open deur intrappen. Oorzaak aanpakken. Als iemand nou te weinig bloed heeft omdat hij te weinig drinkt, gaan we daardoor doen. Als iemand bloedt, ja, is het toch wel handig om de bloeding te stoppen. Dat soort dingen. Kijk wat de oorzaak is en pak die oorzaak aan. Ja, en de laatste, eigenlijk hetgene wat ik dus die chauffeur ontraden, meer zouten en zoete drop eten. En eigenlijk moet je dit zien, meer zout en drop eten.